Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling vandaag zijn er tal van vragen afgevuurd op onderwijsminister Lilian Ferrier. De bewindsvrouw is eerder in de eerste ronde ingegaan op de vragen en opmerkingen van DNA-leden. De parlementariërs hebben vandaag in de tweede ronde veelal vragen gesteld die naar hun zeggen onbeantwoord zijn gebleven. Ook hebben ze kwesties aangehaald die al jaren spelen en nog steeds niet zijn opgelost. We brengen nu een fragment uit de vergadering. Voorzitter, ik heb geluisterd naar de minister en ook naar het lid Breeveld. Voorzitter, zoals de minister weet is de EBG-school werkelijk ingestort. De minister is afgereisd naar dat gebied om te kijken naar de situatie. Er zijn afspraken gemaakt, voorzitter, en de plaatselijke bewoners hebben een brief gestuurd voor de minister. Voorzitter, ik heb me laten vertellen dat deze brief vervolgens is gestuurd naar EBG. EBG is boos en weigert nu de school te bouwen. Voorzitter, gaat u kijken naar de EBG-scholen in het binnenland. Hoe ze eruit zien. Zelfs een kip ga je niet daar in die lokalen willen plaatsen. Gaat u kijken in Breeveld naar EBG Moitaki, waar leerlingen lessen moeten volgen. En nu, voorzitter, de situatie is nijpend. De school is gesloten, de leerlingen zitten thuis en de toets staat voor de deur. Voorzitter, wat voor behandeling is dat? Voorzitter, mijn vraag via u aan de minister is: wat wil de EBG precies doen met de scholen in het binnenland? En wat verwachten ze van deze leerlingen die onderwijs genieten in het binnenland? Minister, deze zware ketting hang ik aan uw nek omdat onderwijs onder uw ministerie valt. Voorzitter, de minister heeft gesproken over afronding, eerste fase. Internaat Atjoni, voorzitter. Dit hoor ik al 4 jaar. Voorzitter, ik vraag via u, welke zekerheid de minister ons gaat geven dat dit werkelijk aangepakt zal worden? En graag een tijdlimiet. Verder, mevrouw de voorzitter, sinds 2015 haal collega Linga en ik de situatie van school Malobi aan. Al 4 jaar, voorzitter. En tot nu toe is er nog geen extra spijker gezet aan de school. Ik vraag via u wat de minister kan doen voor schooljaar 2019-2020. Verder, voorzitter, het zwemvestenbeleid. Kan de minister ons uitputtig uitleggen hoe het in elkaar zit? Je wordt gestuurd naar het ministerie van geen TCT meer. Van openbare werken, dan word je gestuurd naar de boothouder, dan word je gestuurd naar de vergunninghouder. Minister, kunt u ons duidelijk aangeven hoe het in elkaar zit? Verder heeft de minister gesproken over de districtkweekelingen. Tijdens mijn betoog heb ik aangegeven dat de districtkweekelingen nog behoefte hebben aan een vervolgopleiding van onderwijsakten. Dit is al volgens mij 2 of 3 jaar al stopgezet door de regering. Ik vraag via u, voorzitter, aan de minister, wanneer er weer gestart zal worden met de opleidingen. Want sommige leerkrachten wilden graag de opleidingen volgen, maar het ligt helemaal niet aan hun. Dank u wel, voorzitter. De geachte minister heeft het gehad over de missie van cultuur, het directoraat cultuur. En we weten allemaal dat op de begroting 2019 er extra 30 miljoen is bijgekomen in het kader van revitalisatie van historische binnenstad. Maar de vraag is, hoe wij dealen, hoe het ministerie, hoe de minister deelt met de situatie op het directoraat cultuur, waar volgens mij al een 6, 8 maanden lang er een conflict tussen sleutelaanhalings bestaat, tussen de directie en een groot deel van het personeel. In hoeverre heeft dat effect op de dagelijkse praktijk en wat gaat de minister daaraan doen? Directoraat cultuur, ten aanzien van het IOL, voorzitter, u weet wat een heel belangrijk debat ten aanzien van die integratie van IOL binnen het universiteitsgebeuren. De minister heeft vandaag gezegd dus dat voor het komend jaar de inschrijvingen wederom zullen worden opengesteld, omdat het afgelopen jaar, dit jaar eigenlijk, zeg maar een verloren jaar is geweest voor een hele groep van studenten die in het ongewisse waren geraakt van hoe verder. En ten aanzien van die integratie is de vraag, die groep van ongeveer 50 voltijdse docenten die daar zit en waarvan een groot deel MOB bevoegd is, hoe gaat het ministerie daarmee om? Omdat deze groep van docenten natuurlijk niet beschikken over een doctoraal boel om te kunnen doseren op de universiteit.
Dat waren dus enkele vragen en opmerkingen van DNA-leden tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2019. De vragen waren allemaal voor onderwijsminister Verrier. De bewindsvrouw is nader ingegaan op deze vragen. Ze gaf echter aan dat ze voor zaken voor haar periode wat meer tijd nodig heeft. De bewindsvrouw gaf verder aan dat ze nooit heeft geprobeerd de mensen uit het binnenland te desavoueren of te miskennen. Maar wat ik wel weet is dat wanneer je naar de lagere school gaat, je soms kinderen van 15 en 16 nog ziet op die lagere school. Omdat ze zo vaak hebben moeten dubleren of ze zijn wegens leeftijd overgegaan. Terwijl ze de basisvaardigheden om goed het Nederlands te begrijpen, begrijpend Nederlands, niet bezitten. Dus als we kijken naar het percentage van het aantal kinderen dat wel de lagere school afrondt. Nogmaals, voor deze drie districten is het 30 en in Sipaliwini zelfs 20%. Dus u bent misschien een van die 20%, maar de anderen die moeten ook veel meer kansen krijgen. En het is inderdaad van niet alleen hoe wordt de stof overgebracht, maar wat houdt die stof in? Het lid nading, ik ben ook in contact met iemand van Moitaki, dat klopt. Nogmaals, de leerkrachten op die plekken, die zetten zich echt voortreffelijk in. Maar als dat FIBOS besluit niet herzien wordt, want laat me ook duidelijk maken. Op de begroting staat er een bedrag van 305 miljoen SED, wat we geven, wat we ter beschikking van de FIBOS scholen. En het zijn de FIBOS scholen die schoolgeld vragen, niet het ministerie. Er wordt inderdaad gezegd onderwijs is gratis, het geld, de toezegging is gedaan voor het primair onderwijs, dat gratis is. En nog steeds houdt het ministerie zich daaraan. De discussie is geweest dat FIBOS vond, ze moeten die schoolbijdrage van 250 SED eisen, zodat ze hun scholen kunnen onderhouden. Nu blijkt dat ze dat niet doen. Aldus onderwijsminister Lilian Verrier bij de beantwoording van vragen en opmerkingen van DNA-leden tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling vandaag in de Nationale Assemblée.